Oh, pas op. Dat is die. Ja, zat je lekker verborgen, hè, pik? Hallo, makkers en makkerinnetjes. Welkom terug bij Fortnite Battle Royale. Hey, heb ik je al verteld over die enorme crack in de lucht? Eerlijk gezegd, ik heb er wel een paar gedachten over. Alleen, ja, ik kan het niet bevestigen. Dus het is echt van... Het is gewoon een loslopende theorie. We landen in ieder geval bij Anarchy Acres. Oeh, blauwe burst. Lucky, lucky. Kistje hier. Yes. Shotgun iets, wellicht. En drumgun. Nou, we doen het ermee. Dus even kijken. Oké, iemand daar op zolder van het huis. En dan moeten we even kijken of er überhaupt wel andere mensen zijn. Laten we sowieso maar eventjes wat materialen verzamelen voordat we de strijd inspringen. En anders zal je zien van, ja, dat je gewoon met je bek vol tanden staat ineens voor iemand. Plus, ik heb ook niet echt de beste wapens voor close range. But I'm gonna go for it. Hello. Where did he go? Ik hoor een shotgun. Not sure if pump. Waarom zijn alle deuren nog dicht? Camera pieken. Schiet niet. Ik heb het gevoel dat de badkamer wordt geopend. Of dat was de tafel in de keuken. Is naar beneden. Het was inderdaad de badkamer. Op het dak staat hij. Komt hij? Daar was hij. Kleutzak. Dat hoort hij. Oké, dat was zinloos. Hup, hup. Kijk, dat kan je met materialen. Nou, heb ik in ieder geval wel mijn minis gebruikt, maar ik heb de battle gewonnen. Zonder dichtbij te komen, dus dat was wel prettig. Dan kunnen we nu ons volledige aandacht vestigen. Hé, op dat ding! Oh my god, heb je trouwens dit al gezien? Jullie hebben alles al gezien, omdat... natuurlijk mensen erop duiken. Nee, weet je wat? Tenminste, er zijn natuurlijk meerdere theorieën. Theorieën die daarover rondgaan. En van alles kan kloppen natuurlijk. Wel, ja, je hebt natuurlijk een beetje een verhaallijn. Maar ja, die verhaallijn is natuurlijk niet definitief. Dus je weet niet echt wat de fuck er nou uiteindelijk gaande is. Ik dacht in eerste instantie, omdat zeg maar... er overal camera's zijn en shit. Omdat er een film gedraaid wordt... Ik dacht dat ik iemand hoorde. Omdat er een film gedraaid wordt in deze map. Dat dan... dit uiteindelijk één grote spelshow blijkt te zijn. En dat die camera's eigenlijk niet voor die film zijn. Maar voor de deelnemers van... de Battle Royale. En dat dus uiteindelijk dat een glazen koepel is. En dat dus Omega wil laten zien van... Kijk, er is nog een wereld buiten dit verdomde eiland. Ik zat van, nou, dat is op zich wel een geinige gedachtegang. Wat ook zou kunnen, omdat als je er naar kijkt, gaat die wop, 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 wop. Ja, ook wel een beetje. Omdat er dus, zeg maar, dingen verdwijnen uit de map, is wat mensen denken, een soort dimensional rift. Dat zou ook kunnen, dat het gewoon een andere dimensie opent en dat je een beetje een situatie krijgt als in de Avengers. Volgens mij de eerste Avengers film, dat is zo'n andere... dimensie wordt geopend en dat daar dus bad guys uitkomen. Dat klinkt wat reëler, aangezien Omega, de bad guy die dus uiteindelijk dat ding heeft gelanceerd, ook een bad guy is, of in ieder geval zo wordt neergezet. Dus, dat klonk ook nog best wel logisch. Misschien wel meer logisch dan normaal gesproken. Wacht even hoor. Oh! Wat? 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 Mijn vingers raakten totaal in de knoei hiervan. Want wie gaat er ook van 1 meter afstand een rocket launcher plaatsen? Goed, deze guy. Ja, nu ben ik mijn hele train of thought kwijt. Omdat die guy gewoon echt met een minkukelactie aankwam van... hé, ik heb een rocket launcher. Dus nou ja, er zijn in ieder geval meerdere theorieën erover gaande. En het is allemaal maar speculatie. Dus uiteindelijk kunnen we er niks vast over zeggen... totdat uiteindelijk weer een nieuwe update wordt gelanceerd. En uiteindelijk dus weer 500 kanalen erop duiken die allemaal speculaties gooien. En ik lekker weer
achter de feiten aanloop. Goed, de cirkel neigt naar de linkerkant van de map. Ik heb niet denderend veel materialen. Ik heb niet denderend veel HP. Ik heb maar één trap, dus nul utility. Ik heb zelfs geen eens raketten voor mijn rocket launcher. Zo scare zijn we dan ook wel weer. Oh, ik zag er een boom sterven. Mooi. Dus dat betekent dat er iemand in dat riviertje zit. Dat komt door mijn oude oogballen. Of het was een render distance dingetje. Dat kan ook nog wel eens. Nou, eigenaardig. Auw, nee, toch wel. God, gloeiende tak. Hoe kan ik geraakt worden als ik gebouwd had? Heb, had. En waar komt de otering? Dat is ver? Wauw. Ik hoorde ze schoten ook geen eens. Schiet hij dan met een silencer of zo? Misschien heeft hij ook wel een sniper. Daar moet ik voor oppassen, want ik heb geen sniper. Hij gaat. Eén headshot. We good. Ah, oh, nice. Hmm. Oh. Doe eens even niet. Waarom schiet ik überhaupt op hem? Hij staat nu stil. Hij bouwt een 1x1 buiten de cirkel. Dat is een mooi besluit om te maken. Ik rach even deze boom weg hoor, want mijn vision werd een beetje geblokkeerd. Ik heb wel high ground, maar ik heb echt geen afstandsgun. Dus ik kan er niet zoveel mee. Ik ga nog wel even eentje hoger. Ik wacht het wel af. Zij zitten toch buiten de cirkel. Die waarschijnlijk niet, maar die guy wel. Aangezien die over de rivier zit, dus die moet zo direct aan de kant eruit springen. En dan kunnen we hem belagen met schoten. Hij heeft wel een sniper. Dus daar moeten we ook voor oppassen. There we go. Even bukken weer. Even weer een schotje. Kijk, hij is low hoor. Hij is heel low. En dan valt hij. En dan ploep. Are you kidding me? Je mag ook wel sterven inmiddels hoor. Hij heeft echt nog maar 25 HP of zo. Hier, neem die. Komt ook gewoon net niet ver genoeg. Ouwe, al had ik een sniper, had ik zoveel meer kunnen betekenen nu. Oh. Ik heb ook niet denderend veel AR-ammo. Dus wat de fuck ben ik nou eigenlijk aan het doen? Super kut als je geen afstandsgun hebt. Je kan er gewoon niks. Je staat machteloos tegen de elementen. Oh. Beweging. In dit huis. Error. Weet niet exact waar. Ergens. Ik heb geen explosieven. Trappenhuis niet. Badkamer niet. Zolder zag ik ook niks. Dus dat zal dan op de begane grond zijn of zo. De begane ground. Maar wanneer zal hij bewegen? Zal hij bewegen wanneer ik nu beweeg? Ja hoor. Kijk, dat was hem. Mooi. Oh, die wil ik hebben. Dank u. Oh, tuurlijk. En ik heb de cirkel niet mee. En diegene op de fucking toren wel. Daar zit er één. Ik heb maar 3 klingers, dus kan niemand eruit blazen. Ik bedoel, dit is geen hide and seek, mannen. Geen hide and seek. Het is battle royale. That means you shoot the guys, you shoot back. And that's the battle. Ik ga wel linksom lopen. Moet ik goed op de persoon letten die in het huis zit. Want dan kan ik in ieder geval degene flanken die in die toren zit. Want die zit dichter bij de cirkel dan dat ik er zit. Ik heb geen cover. Ik kan hem wel belagen. Oké, in 3, 2, 1, go. Hello. Is it me you're looking for? Ow. Dat deed zeer. Ow. I'm fucking it up. Hup, hup. Hoppakee. Ouwe, come on. Goed, we gaan nog wel even een potje doen om gewoon... hopelijk wat meer actie te hebben. Want het vorige potje, geloof het of niet, maar was eigenlijk gewoon hartstikke teleurstellend, weet je. Oké, iemand landt in de midden, iemand landt daar. Dan pak ik deze wel, oké? Wat een kutguns. Wat een ongelofelijke kutguns. Woep. Okidoki, dat is dat, dat is dat. Die doe ik daar, die doe ik daar. Oké, prima. Oh, sniper des, oké, prima.
Als ik dan een beetje hoogte heb, kan ik hier mensen echt flink door hun kop heen raggen. Maar ja, moet je ze wel zien te vinden natuurlijk. Ze zitten overal, oké? Ze zitten gewoon overal. Oké, ik heb wat dat betreft nu een beetje mijn ideale line-up wat betreft guns. Die zet ik nog even daar neer. Iedereen heeft natuurlijk een beetje zijn ideale line-up. This is mine. Pump, SMG. Ik denk dat ik daar wel wat schade mee kan aanrichten. Oké, waar zijn mensen? I have a sniper and I'm not afraid to use it. Anders ga ik wel even bij de kerktoren omhoog hoor. Don't you dare, boy. Iemand gooit een granaat naar me vanaf daar. Sterf, min kukkel, sterf. Daar zo. Oké, ik deed damage. Ja, damage. 1 damage. Letterlijk 1. 1. Gewoon 1 tik van de stinkbom. Heel fijn. Dat is maar 5. Dus ik heb 2 stinkbommen verspeeld voor echt 5 damage. Oké, doet ook niks. Then we go in for the attack. Excuse you? Oh ja, tuurlijk gaat de boom even in de weg zitten dan. Omhoog. Eronder. Waar is hij? I am confused. I am very confused. Even herladen. En even die meepikken. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Tuurlijk. Tuurlijk. Oh my god. Val even nog naar beneden, wil je? Allemaal open dit, joh. Why? Huppakee, ik ga hier wel zitten om even te medkitten. Wat is dit voor hele gekke battle? Ik glibber alleen maar van dingen af. Kan niet lekker bouwen. Ik weet niet waar die zit. Waarschijnlijk boven me. Oh my god. Iemand stierf boven me. Heel fijn dat je ook gewoon een SMG kan uitbouwen. Heb ik al verteld dat het heel fijn is? Ba-ba-ba-bam. Hé, hé. Gewoon hé fucking hé, oké? Okay? Hier rijdt alles gewoon 1 tandje beter. Hoor ik nou weer voetstappen? Oh my god, ik kan nu echt wel... Nu had ik wel een chuk-chuk kunnen gebruiken. Ik hoor wel schoten ten noordoosten. Hé, nog een grote pot. Kom op, medkit. Of bandages zelfs. Iets. Give me something to work with, baby. Kom op, er moet hier toch vast nog wel iets qua healing zijn. Iets. Kijk, bandages. I'll take it. Dan heb ik tenminste 175 HP. Oeh, slurp. Kijk, 100, 100. We good. Ik heb nog maar 1 mini over daarentegen. Maar nou, prima, weet je. We doen het er nu maar mee. Oh my god, die berg gaat... Niet in de cirkel zitten. Hmm. Voetstappen. Hello? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your... La-di-da. Top. Jij hebt ook gewoon eigenlijk helemaal geen ene reet. Ik hoorde een schot ten zuiden van mij. Een rifle schot. Moeten we eventjes de berg hier aanhouden. En een beetje high ground voordat het poppetje in mijn nek komt. Oh shit, ik zag daar. What? You're not dead? En hoe was dat überhaupt ook geen headshot? Excuse you. Je zit niet in de cirkel, maat. Dus je kan wel heel leuk... Ja. Yeah. Doe maar niet. Gewoon doe maar niet in het algemeen. Now you're dead. Kan ik ook gelijk deze grote pot innemen die ik hier gewoon random vond. Oh, ik heb meer materialen nodig. Kan ik hem nog looten? Nee, zit er niet echt in. Oké. Oh my god, are you kidding me? Is dit gewoon... Letterlijk... We creëren de verste cirkel voor Game Meneer Dag of zo. Ongelooflijk. Hop, persoon. Oh, het is een minkukkel. Hé, hey, jongens, hebben jullie al gehoord over bonus minkukkel? Hebben jullie al gehoord dat ik fucking trash ben? 1 schot.
Dank u, ik moest er gewoon letterlijk nog één raken. Hij bouwde ook niet, dus het is een echte minkukel. Dat is leuk, want bonus minkukels zijn de leukste minkukels. Kijk, Slurpee kunnen we innemen. That's good. Bouncer pads, dat is ook heel fijn. Good, 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 good. En we eindelijk een beetje mobiliteit waarmee we kunnen spelen. Oké, volgens mij zie ik daar een ramp. Dus het kan dus zijn dat er al iemand hier bovenop staat. Dus we kiezen even de veiligere route door een beetje goed te bouwen. Ik zie daar een persoon. Hoppakee. Where did you go, my friend? Where did you go? Hij zit onder me. Is hij nou... Hij is aan het bouwen of iets. Shotgun heeft hij vast. Ik bouw mezelf gewoon in. Just to be sure. Hij zit letterlijk onder me. Nou, neem ik het gevecht aan naar onder, ben ik in het nadeel. Tenzij ik land. Daar zit er trouwens ook een bij dat hockey. Tenzij ik land op een bouncer pad, schiet ik de hoogte weer in. Maar is hij uit zijn cover vandaan. Dus hij zit onder me. Goed om te onthouden. En daar bij dat hockey. Bij dat hockey wil ik eigenlijk eerst. Dat is die. Gaan we de bouncer pad play doen of wachten we het af? Dat we gewoon onthouden dat hij er is. Laten we het onthouden. Lijkt misschien veiliger. Ik denk niet dat die 1, 2, 3 wat gaat betekenen nu. En hij ziet mijn... Of hij weet niet dat ik hem heb gezien, denk ik. I don't know. Hop. Schoten vanuit die kant. Iemand bij de kerktoren en iemand daar. Dat zijn twee personen. Hier zijn twee personen. En dan zijn er nog twee personen zoek. Oké. We wachten. Ik doe dit anders wel. Hartstikke idee. Speel. Minis. Hoeveel? 6, dat is prima. I'll take it. Hij zit daar als het goed is nog. Maar ik wilde gewoon even de cirkel hebben. Ho, pas op. Dat is die. Ja, zat je lekker verborgen, pik? Jongens. Minkukel der minkukels. Wat is dit? Oeh, dat kan ik wel gebruiken. Zal ik dan mijn minis wegdoen voor rocket launcher? Oeh, dat is wel gedurfd hoor. Maar I'll take it. En we hebben een launchpad, dus dat is sowieso fijn. Ik ga hier even een kleine basis neerzetten. Het is een tijdelijke basis. Ik kan uiteindelijk launchpadden naar de cirkel toe. Maar ik moet gewoon... Zit er daar één in? Just to be sure. Ja, dat is er één. En er zit er dan nog eentje ergens verstopt. Kan zijn dat hij in Junk Junction zit. Of in een bosje, kan ook. Are you sure about that, mate? He is sure about it. Hij gaat het nog één keer doen, let op. Ik miste hem net. Oké. Maakt niet uit, het was maar een 3 hoog, dus ik krijg geen fall damage. Oh, hij is omhoog gegaan. Enig. Oké, even reloaden. Ik moet even op hem wachten. Hij zit ook niet in de cirkel. Oh, dit kan interessant worden. Aangezien die ene natuurlijk, die ene laatste is nergens te bekennen. Are you kidding me, bro? Gaan we het zo doen? Flikker maar op dan. Ik ga wel naar de cirkel. Hup. En kan ik nog even snel deze pakken? Kom op. Zij zijn met elkaar afgeleid namelijk. Hey. Barabim, baraboom. Oké. Er is nog één persoon over en die zit bovenop de cirkel. Of die zit daar. Het is tijd dat we ons even inbouwen zonder dat me... Ja, dat is wel een facepalm waard. Ik bedoel, ik was mijn knop aan het verknoeien, maar hij valt gewoon letterlijk naar beneden. Of door de muur.
Goed, nou, dat was dat. Hey, geinig potje, maatjes. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog? Wil je toevallig nog twee andere video's zien? Druk gerust hier. Druk. Ik zet het er niet voor niks neer. Je kan erop drukken. Gun het mij gewoon eens een keer dat je erop drukt. Dankjewel. Doei.